week in een coma gelegen. We hadden geen keuze. Ella. Ella. Groot. Ik denk dat ik goed niet heb gevoeld. Procedurefout. De raadkamer heeft bevolen om de verdachte vrij te laten. Vandaag. Om 17 uur. Luc Segers heeft een bom gelegd onder het systeem. En wij gaan die bom ontmijnen, meneer de onderzoeksrechter. Hij gaat toch geen domme dingen doen, hè? Godverdomme. In de grond heb ik al gepakt, nu wil ik het systeem pakken. Mijn heren, we hebben een probleem. Ik ben Caesar met een volksjury. Wat ik wil wel een circus. We moeten onze tegenstanders niet onderschatten. Ik wil winnen. Luc Segers zal terecht staan voor de gepleegde feiten, omdat het zo hoort. Dames en heren, het Hof. De garantie op correcte rechtspraak is vervat in zijn regels. En die zijn niet negocieerbaar. Er staat niet alleen een beschuldigde terecht, maar eigenlijk zit heel justitie mee in de beklaagde bank. 6% vindt dat Luc Segers voor de feiten. Deze hele gazette, die mens als een held. Niet langer synoniem van rechtvaardigheid.